Zoals iedereen al eens overkomt. Een kast open trekken, bijvoorbeeld, en niet meer weten wat er nodig is. Naar de kelder gaan. Wat ging ik nu weer halen? Zo van die dingen. Ja? Uh, hoe heet die man nu weer? Och ja. Het onderscheid tussen vergeetachtigheid en het begin van Alzheimer is moeilijk te maken. Dat kan soms jaren duren. Ik weet, bij mijn vrouw duurde het minimum twee jaar eer dat ik besefte dat er iets gaande was. Maar wanneer men niet meer weet waar en wanneer dan moet je een klein beetje beginnen verontrust te zijn. Waar heb ik dat nu weer gelegd? Wanneer moet ik weer naar de kapper? Was dat om twee uur? En die vragen, die zich dus iedere keer herhalen, die vragen over waar en wanneer, wanneer die zich per uur of per namiddag tientallen keren op de lange duur gaan stellen, dan moet je alarm sluiten. En dan moet je zeggen: hé, hey, dat is niet meer normaal.